Krijg toch de pers tering, god, godverdomme, van dat bloed ben ik. Guys, klaagmuur. Zo, let je op je woorden. Doe je even normaal. Ga je even je mond met zeep wassen. Nee, dit is mijn nieuwe dingetje. Oh, wat een lekkere vormgeving, zeg. Nou, vormgeving zegt jullie niks, maar het klinkt gewoon lekker. Hey, voordat ik dat ga doen, wil ik trouwens eventjes heel snel wat berichtjes beantwoorden. Want ik krijg van Emmy, krijg ik allemaal goede shit binnen. En ik wil eigenlijk al jullie appjes wil ik beantwoorden, maar dat kan helaas niet. Casey zegt wel, ik heb zin in Chop Suey van John Coffee. Van System of a Down. Dan moet je echt even blijven luisteren, Kees. Want in het tweede uurtje, simpel zat. Gaan we namelijk naar System of a Down luisteren. Dus dat spoiler ik alvast. Hey jongens, ik heb een beetje een klaagmoment, een klaagding. Een ding voor aan de klaagmuur achter mij. Hij staat er nog niet, maar hij komt wel. Het gaat namelijk als volgt. Ik zet best wel vaak vroeg de wekker. En dat komt omdat ik, ergens heen moet. Weet ik veel wat ik ga doen. Het is in ieder geval heel vroeg. En mijn vriendin die staat meestal iets later op als ik. Dus wat gebeurt er dan? Mijn wekker gaat elke ochtend. Mijn vriendin wordt er ook door wakker. En je weet het, met vaste riedeltjes en wekkers. Dat gaat uiteindelijk ongelooflijk irriteren. En ik heb dan ook zo'n standaard wekker, weet je. Die... En die heb ik altijd ongelooflijk hard staan. Nou, super irritant. Dus ik dacht, ik ben een goede vriend. Ik ben echt een super goede vriend. Dus ik ga een andere wekker nemen. Ik zet hem even een ander deuntje of weet ik het wat. Maar nee, toen dacht ik, nee, ik ga geen ander deuntje nemen. Ik ga geen nummer nemen. Nee, want dat word je ook weer zat. Ik ga de NPO 3FM-app gebruiken. Ja, dat leek me een slim plan, want die heeft een wekkerfunctie. Download hem allemaal, jongens. Super, super goede app. Die heeft een wekkerfunctie. Dus ik zet de wekker om 8:00 ochtends. Ik was al helemaal voorbereid. Ik ga wakker worden met Domien. Dus ik ga wakker worden naast Domien eigenlijk, want mijn telefoon ligt naast me. Superleuk. Ik kan altijd super fijn praten, die man. Dat is ook een deels de reden waarom ik hier zit. Dus mijn ochtend en mijn avond kon eigenlijk niet beter worden. Dus ik slapen en ik word de volgende dag wakker. Om 11:00. Dus ik zo, oké, wat de fuck is hier gebeurd? Blijkt het dus dat die hele wekker niet is afgegaan. Werkt gewoon niet. Doet het niet. En je kan nu gewoon gaan zeggen van, je hebt er gewoon doorheen geslapen. Nee, ik heb er niet doorheen geslapen. Begrijp je me? Oké, top. Dus, NPO 3FM app. Gebruik om radio te luisteren. Naar mij te luisteren. Naar Joram hierna. Of Frank en Sander hiervoor. Maar niet om je wekker te zetten. Doe het gewoon niet. Dat is echt het slechtste plan ooit. Hey, ik heb zin in wat trouble. En wie kan mij dat beter geven dan Taylor Swift?